Welkom bij een gloednieuwe vlog, jongens en meisjes. Hopelijk hebben jullie het leuk. Hopelijk hebben jullie een leuke dag gehad. En hopelijk gaat het allemaal goed met jullie. Vandaag zijn we weer in Londen, natuurlijk. Wat zijn we anders? Dus vandaag ik weet niet hoeveel dag. Ik probeerde zoveel mogelijk te filmen, maar op een gegeven moment lukt het dan weer niet. En dan denk ik van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar hoe dan ook, vandaag zijn wij in de rijkste buurt van Londen. Je kan het misschien wel herkennen. Allemaal Ferraris, allemaal Lamborghinis, allemaal van die bekende auto's. En ook bekende mensen. Dus vandaag, ja, ik zeg het. This is part of the vlog. This is part of the vlog. So, I've taken them to one of the richest places in me. And we already saw a Ferrari. This is Ferrari. Where I live. I live here. You live here? This is, by the way, So you're a proper foodie tube. You live in the rich. I just want to say the frère, but this is French. Just I just want to say this is the brother of Fuzzy Job. I'm not going to lie, guys. You probably won't believe me, the but the fourth mask brother. The fourth what? The fourth mask brother. It's so insane that we met him. Just so it's a luck. But anyway, we are walking to, what is it called? Mayfair. Mayfair. All right. Hopelijk heb je een leuke dag gehad. Laten we even alles vergeten. Geniet allemaal van het mooie weer en zeker van deze vlog. Oh yeah, we zijn back met de vlogs. Yeah. Aaron, geniet jij van Londen? Wacht even, kom dichter. Ik hoor je niet. Sowieso. Sowieso? Dik man. Hoe lang je hier blijft, hoe leuk je begint te vinden. Weer zie ik een Ferrari. Weer zie ik een Ferrari, jongens. Het is niet normaal. Ik zie nu meer Ferraris dan ik in heel mijn leven al gedaan heb. Gewoon al in één straat. Maar goed, we zijn daarvoor ook speciaal in de duurste straat van Londen. We zijn afgestapt bij Green Park. Dat is zeg maar een halte met de underground die we genomen hebben. Ik moet wel eerlijk zeggen, gelukkig heb ik altijd mensen bij me die iets van de underground weten. Want als ik het moet doen, geloof me of niet, ik ben daar echt zo'n sukkel in. Ik weet niet hoe dat komt. Let's have a look. This one's quite nice. Like, you're just thinking like positive, like thinking about Jesus or something. Make one with the jacket on. Roland, make one with the jacket on. Think of something angry. Nee, man. Kijk jongens, het leuke is, the funny thing is, when we met you, now we're just doing photo shoots of everywhere in London. Jongens, jullie gaan me waarschijnlijk niet vaak in Amsterdamse vlog zien dat ik zelf aan het praten ben. Maar ik wil gewoon even zeggen dat Londen echt fucking ziek is. Ja, het is echt een zieke plek. We hebben helemaal onze draai gevonden. Dag en nacht foto's aan het maken. Dus echt gewoon fucking ziek. Wait. Luister jongens, we hebben hier een AMG. We hebben hier een Aston Martin. We hebben hier een i8. En we hebben hier een R8. Weten jullie hoeveel dat aan ponden zijn? Of gewoon een euro's is? Dat is zoveel aan geld. Echt, dat zie je dus alleen in Londen of in grote steden, like Los Angeles of Antwerpen. Nog niet eens Antwerpen, alleen in Londen zie je zulke dingen. Hier staat weer een AMG. Weer een AMG, check. Maar wel een oude. Wel een oude, maar wel echt een dikke hoor. Oh mijn god. Oh, should I do it on that lamppost over there? No. The one in the light. This one's in the shade. See that? Ik ga er niet eens om liegen, het voelt alsof ik in een film ben. I said it looks like I'm on a film, just with all the beautiful cars, like the beautiful women. We're having a photo shoot right now. So. Anyway, you don't need to see them, man. Oh, no. We're models though, so they should. Actually, yes, I'm not. We've got to walk so far. Really? Elke keer, jongens. Elke keer als ik hier langskom, is het gewoon echt zo van, wow. Wauw, dit is gewoon zo'n speciaal gevoel. Echt, ik meen het. Als ik elke keer langskom, dan heb ik zo'n gevoel van... Ik ben actually... Waar woon ik eigenlijk? Waar woon ik? Kijk, als je gewoon dit ziet. Gasten, het leven is zoveel meer dan gewoon werken en weet ik van wat. Oh. Echt, geloof me. Ga gewoon, dat ga ik ook gelijk even zeggen, ga gewoon voor je dromen. Wat je dromen ook zijn, geloof me. Als ik hier ben, krijg ik die extra vibe. Krijg ik nu gewoon echt het gevoel van, weet je... Ik moet mijn dromen nagaan, anders heb ik een beetje gefaald. En als ik nu in Londen ben, en al die mooie auto's zie, allemaal wat mogelijk is, jongens, alles is mogelijk. De wereld is van jou. Tony Montana zei het ooit, the world is yours. Echt wel.
That one was good, man. It had like something. I think you're gonna get a lot of matches on this. I love how the video were just judging your matches. This picture has something mysterious. Oh, this one, like. Look, Netflix and chill picture is this too. Oh shit. Look at that one. Wow. Een lange tijd dat jullie mij niet gezien hebben, is echt net iets heel fucked up gebeurd. Ik wou dat ik het kon filmen, maar helaas is het niet gebeurd. Net ben ik geprobeerd te overvallen. En ik maak geen grap, echt maar. Ik maak geen grap, maar ik zal dan even aan Robert een aanvragen. Ik stond net buiten aan de supermarkt met mijn telefoon gewoon WhatsApp te checken. Gewoon met mijn oortjes in muziek te luisteren, WhatsApp checkende. Wat gebeurt er op een gegeven moment? Er komt een scooter aan met twee negers erop. Ze komen aangereden, ze rijden brood een beetje raar in. Ook met twee bivak. Echt serieus, met twee bivakmutsen. En die was die reden zo raar, een beetje kronkelend langs ons door. En hij zag dat ik de telefoon was, want hij pakt die hand. Hij probeert die telefoon van me weg te trekken. Ik had gelukkig oortjes in. Dus ik kon er gewoon nog net op tijd gewoon wegtrekken. Echt, wow. Het is echt heel raar. De hele dag is het leuk geweest. Gewoon een leuk studerende. En nu ineens word ik bijna overvallen. Hè. Ik bijna gewoon, en mijn tasje ook bijna. Hè. Dit tasje. Geloof me jongens, als dit tasje wordt overvallen, dan ben ik niks meer. Dan ga ik echt vechten tot de dood. Echt, geloof me. Mijn camera is weg, mijn paspoort is weg, mijn portemonnee is weg. Mijn ID is weg, gewoon alles is weg. Man. Oh jongens, ik kan niet voorstellen dat ik dat soort dingen verlies. Goed, dat wil ik even vertellen. Ondertussen ben ik weer koekjes aan het leren. Maar ondertussen wil ik even vragen hoe het met jullie gaat, jongens. Ik weet dat de laatste tijd een beetje chaotisch is. Want ik moet veel dingen tegelijk doen. En ik weet dat als je dit nu kijkt, waarschijnlijk best lang tussen zit tussen een vlog. Dat is mede omdat de wifi hier niet zo heel goed is. Maar dat probeer ik wel aan het werken. Maar ik wil gewoon weten hoe jullie dag was geweest. Hoe is jullie dag geweest? Was het leuk? Was het minder leuk? Laat het even in de comments. En laat ook even weten in de comments of jij het leuk vindt dat ik in Londen ben. Gewoon dat je de vlogs hier leuk vindt, dat ik meer vlogs moet maken. Laat alles eens even weten. Alright, ik ga nog even wat kopjes leren. Ik denk dat een heel goed plan is.